vlog van gisteren. Ik ben nou nog bezig met de vlog van gisteren. Daar ben ik gisteren niet aan toegekomen, want ik was laat thuis. Daar heb ik nou, maak ik nou een begin aan. En ik probeer hem ook helemaal af te krijgen. Klote pootjes werk. Ik probeer hem ook helemaal af te krijgen. Maar ik ben al anderhalf uur bezig. En ik kom nou pas bij het gedeelte met het skaten. Op 7 minuten, 8 minuten. Laten we het daarop houden. 8 minuten. Dus dat is een hele lange vlog. Denk ik dat dat wordt. Maar oké. Het is altijd wel goed. Ik heb zelf ook clips. Mooi zo. Ik heb zelfs clips van de Chesty met de GoPro. En dat ziet er goed uit, moet ik zeggen, van de Hero 5. Echt. Goed beeld. Echt waar. En wat ook mooi is, is dat het ontzettend lekker weer is volgens mij. De zon schijnt en ja, het is ja, koud. Dat lijkt me logisch. De zon schijnt de hele dag al. Het is heerlijk. Achter het glas sowieso een verwarmd. Maar het is echt ontzettend lekker weer. Beter dan gisteren, want gisteren was het echt de hele dag regen. Wat mij wel opviel trouwens is dat het droog was toen we van station Zuid naar Skateland liepen. Toen was het droog en toen we teruggingen naar Dinges was het ook weer droog. Dus we hebben eigenlijk gewoon twee keer gehad dat het gewoon droog was. Ja, het sputterde een beetje, maar dat maakt niet uit. Dat droogt snel genoeg op in de trein of in Skateland. Maar het was in ieder geval redelijk, het was droog. Het was gewoon droog toen we heen en weer liepen. En daar hebben we geluk mee gehad, want de rest van de dag in Rotterdam heeft het geregend. Het was niet één keer droog. Luck be on our side. En daarom vandaag waarschijnlijk ook de zon. Ik ga even verder met de vlog, anders komt hij nooit af. Ik zie een buizen vliegen. Heel ver weg. Hoe? Een buizen draait alleen maar rondjes in de lucht. Hoi. Dan ben ik blij dat ik even kon staan. Ja. Ik kreeg last van mijn rit om de hele tijd hiervoor te zitten. Ik ga nog even weer verder. Anders krijg ik hem nooit af. Het is 5 uur. En het wordt donker buiten. Waarom wordt het zo vroeg donker? Waarom? Waarom? Dat heeft toch niemand wat aan? Nee. Nou, ik merk wel dat ik sinds gisteren, dat ik weer thuis ben, dat ik nou enorm spierpijn heb in beide benen. Dandy, als je dit kijkt, ik had het je verteld. Auw. Ik had nog zo tegen Dandy gezegd, ik moet even een kleine warming up doen om de spieren in ieder geval even wat los te krijgen voordat ik ga beginnen. Maar ik had mijn spul aan, ik wou net beginnen, zei Dandy, kom mee naar het grote park. En ik ben er meteen achteraan gehobbeld en ik heb verder ook geen warming up of wat dan ook gedaan. Dus nu heb ik een enorme last van mijn rechterbeen en wat minder last van mijn linkerbeen. Maar ik heb in beide benen heb ik spierpijn. En dat is niet zo prettig. Insmeren met tijgerbal. Ja, helpt wel. Maar dat doe ik vanavond wel voordat ik op weg ga. Want dan zit je de hele dag in die fucking stank. En dat is ook helemaal niks. Dus dat laat ik dan even zo. Maar dat mag niks baten. Het was gisteren gezellig. Het was gisteren mooi. Het was gisteren leuk. En moeten we wel een keer vaker. Als ik 's weekends vrij ben. Wanneer is dat? Ik denk na vandaag niet heel snel meer. Maar dat zullen we wel zien. Het is altijd wel leuk. Dus ik heb nou nog een paar dagen vrij. Het is nu maandag. Ik heb dinsdag 1, 2, 3. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Ik heb nog 3 dagen vrij. Na vandaag. En dan moet ik vrijdag weer heen. Om 8 uur moet ik beginnen. En dan waarschijnlijk aan een nieuwe machine. Dus dat wordt even uitzoeken van hoe die machine werkt, denk ik. Tenzij het dezelfde besturing heeft, dan moet het probleem zijn. Maar dat is eerst even afwachten. En als het goed is, zullen ze woensdag en donderdag gaan ze proefdraaien. Dus dat is aankomende woensdag en donderdag. En dan vrijdag, als alles goed gaat, gaan ze verder. Maar dat is even afwachten van hoe het gaat. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe het gaat lopen. En hoe de machine nou gaat lopen. Want hij liep vlak voor dat ze eraan begonnen wel redelijk kloten. Maar het is al weken dat hij niet zo lekker loopt. Dus dat is even afwachten van hoe en wat. Wat heb ik dat al wat niet vaak gezegd. Maar dat is even afwachten van hoe en wat. Vreselijk. Verder heb ik vandaag niks speciaals gedaan. Reden was gewoon, ik heb spierpijn. Dus ik wil ook niet te ver lopen en whatever dan ook. Want dan krijg je er alleen maar meer last van. En dan kun je morgen misschien wel helemaal niet meer lopen. Dus ik doe vandaag rustig aan. Ik ga zo meteen vanavond lekker vroeg op bed, denk ik. En dan hopen dat ik morgen minder spierpijn heb dan vandaag. Want ik heb daar geen zin in. Ik ging vanmorgen stofzuigen en dat verneem je wel. In je benen. Oeh, jezus. Dat is niet zo fraai. Niet echt lekker, nee. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ben bijna klaar met downloaden van Need for Speed Payback. Het duurt nog een kleine 20 minuutjes. Dan kan ik hem installeren. Hopen dat hij het doet. Hopen dat hij mooi is. Maar dat zien we dan wel. Het is even afwachten. Dus ik ga nog even verder met de vlog uploaden. Dat heb ik ook nog niet gedaan. Dat moet ik ook even doen. Dus dat doe ik nou ook even. En daarna, ik heb geen idee. Eten misschien, want het is 5 uur. Dus ja, Ma komt zo thuis. Ik denk dat we zo gaan eten. Dan zie ik je na die tijd wel weer, denk ik. Tenzij je weggeklikt hebt, dan zie ik je morgen waarschijnlijk wel weer, denk ik. Dat weet ik niet. De download deed het niet. De game werkte niet. Dus ik heb het weer verwijderd, ik heb alles schoongemaakt en nu ben ik bezig met de run. En die installeert nu wel. Dus die doet het. Hoop ik. Crack heb ik ook al klaarstaan, die kan er zo overheen als die een crack nodig heeft. Ik heb geen idee, dus dat zien we zo meteen wel.
Dat zie ik zo meteen wel. Morgen wil ik misschien even iets anders gaan filmen dan dat ik normaal doe. Een kleine review van een ND filter die ik morgen krijg. Een variable ND filter. Dat betekent hetzelfde idee als de polarisatiefilter dat ik heb. Die kun je erop draaien en dan ga je draaien en dan wordt het donkerder en of lichter. Dus dat is een hele, dat is beter dan gewoon een ND filter. Want dan kun je hem, als jij bijvoorbeeld heel erg zon hebt, dan zet je hem donkerder en als de zon weggaat, dan kun je hem wat lichter te zetten. Terwijl je eigenlijk gewoon aan het filmen, aan het doorfilmen bent. Gewoon om de shutter zo te houden en het niet overexposed, gewoon de 180 rule te houden. Dus 30 frames per seconde filmen, 60 de shutter, de sluitertijd. Dus die wil ik morgen even proberen. Ligt eraan hoe laat ik hem krijg. Als ik hem laat krijg en het wordt donker, ja, dan ga ik hem niet proberen. Dan wordt dat woensdag. Maar het ligt eraan hoe laat ik hem morgen binnenkrijg. Er staat tussen 4 en 6. Dus ik denk dat het dan wel donker is als ik hem krijg. Maar dat zie ik morgen wel. Helaas, dat is even afwachten. Maar ik vind het ook wel mooi geweest eigenlijk nu voor vandaag. Dus ik ga toch niet veel bijzonders meer doen. Ik zou zeggen, ik hoop dat je morgen weer bent met een nieuwe vlog. Als je deze leuk vond, laat weten met een duimpje omhoog. En ik zeg, geniet van je dag, middag, nacht, avond, dag, ochtend. Wat je dan ook doet, ik zou twee keer dag. En dan zeg ik tot morgen. Jongens en meisjes, aloha.